De Grand Prix van Brazilië Die moest in 2020 noodgedwongen afgelast worden vanwege de pandemie, maar keert dit seizoen gelukkig gewoon weer terug op de Formule 1-kalender. Ja, dit seizoen draagt het raceweekend in Brazilië echter wel een andere naam dan voorheen het geval was, namelijk de Grand Prix van São Paulo. Ja, wat het raceweekend extra bijzonder maakt, is het feit dat de derde en tevens laatste sprintrace van dit seizoen op de planning staat. Verstappen die heeft nog altijd de leiding in het kampioenschap. De Nederlander heeft momenteel een voorsprong van 19 punten op Lewis Hamilton. Ja, bij de constructeurs zijn de verschillen nog kleiner. Dit komt met name door de drie opeenvolgende dubbele podiums die Rebel Racing de afgelopen races wist te behalen. Mercedes die gaat nog altijd aan kop in het constructeurkampioenschap, maar Rebel volgt met slechts één puntje achterstand. Ja, één puntje is niet heel veel. En bij de kampioenschappen kan er dus nog van alles gebeuren. De uitslag van de Grand Prix van Brazilië zal dan ook ontzettend belangrijk zijn. Dit is wat je allemaal dit weekend mag gaan verwachten. Interlagos wordt gezien als een circuit dat op papier goed bij Rebel Racing past. Nou, onder andere Helmoet Marco, Total Wolf en Christian Horne die hebben dit allemaal bevestigd. Ja, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er veel bochten en weinig lange rechte stukken zijn. Nou ja, daarnaast lijkt de Mercedes-motor ook minder goed tegen eile lucht te kunnen, wat dan ook weer in het voordeel van Rebel zou kunnen werken. Daarnaast hebben we in de Verenigde Staten en Mexico al kunnen zien ja, dat de race snelheid van Rebel Racing ontzettend goed is, zeker vergeleken met die van Mercedes. Al met al lijkt Rebel dus de beste papieren te hebben op het Braziliaanse circuit en dat is slecht nieuws voor Hamilton. Ja, als de Brit nog een kans wil maken op de wereldtitel, dan zou hij namelijk echt weer een overwinning moeten boeken. Verstappen zou op zijn beurt weer hele goede zaken kunnen doen in Sao Paulo door zijn voorsprong op Hamilton nog verder te vergroten. Nu de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen zijn bloedstollende ontknoping nadert, kunnen de coureurs het niet meer permitteren om onnodige punten te verliezen. Even hard gezegd, betekent dit dat een overwinning van Perez of Bottas minder belangrijk is dan een overwinning van Verstappen of Hamilton. Het verschil tussen de eerste en tweede plek is immers 7 punten en ja, die punten wil je natuurlijk aan het einde van de rit niet tekort komen. Dit betekent dus dat de teams met harde hand zullen moeten regeren. Indien Perez of Bottas op de eerste plek rijdt en zijn teamgenoot ergens op het middenveld... ...ja, dan komt die overwinning er gewoon natuurlijk. Maar ja, zodra de twee coureurs uit één team achter elkaar rijden... ...dan is de kans natuurlijk ontzettend groot dat er teamorders uitgedeeld gaan worden. Ieder punt is er in een. En ja, dat is natuurlijk verre van ideaal voor de desbetreffende coureur. Maar goed, de Formule 1 blijft in eerste instantie toch een teamsport. Alpine die staat momenteel op de vijfde plek in het constructeurskampioenschap, gevolgd door Alfa Tauri op P6. Ja, de teams hebben dit seizoen allebei 106 punten behaald, waardoor ze technisch gezien eigenlijk wel gelijk staan. In dergelijke situaties wordt het aantal overwinningen geteld. Aangezien Esteban Ocon er in Hongarije met de hoofdprijs van doorging en Alfa Tauri dit seizoen nog geen enkele overwinning heeft, staat Alpine dus op dit moment bovenaan. Alpine heeft echter een aantal hele zware races achter de rug en wist in de laatste drie races slechts drie punten te scoren. Ja, Alfa Tauri scoorde in diezelfde periode 22 punten, dus ja, de kans is dan ook groot dat Alpine aankomend weekend ingehaald gaat worden door Alfa Tauri. Ja, dit weekend in Sao Paulo staat de derde en tevens laatste sprintrace op de planning. Nou, het raceweekend zal op vrijdag afgetrapt worden met de eerste vrije training. En dan later op de dag is het dan weer tijd voor de kwalificatie, die dan weer de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Nou, op zaterdag begint men met een tweede vrije training, gevolgd door de sprintrace die dan weer de startopstelling voor de race bepaalt. Nou, op zondag, zoals gebruikelijk, is het tijd voor het hoofdgerecht: de Grand Prix van in dit geval Sao Paulo. Goed, wat denk jij dat er dit weekend gaat gebeuren? Laat het weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!